Limburgse jongeren laten hun mening horen bij het jeugddebat Limburg in Roermond. Dit jaar is het jeugddebat georganiseerd samen met de gemeente Roermond en de Nationale Jeugdraad. Maar waarom eigenlijk? Omdat we het heel erg belangrijk vinden dat jongeren ook mee kunnen praten en dat ze meegenomen worden in de politieke beslissingen in hun eigen omgeving. Ja, en wat zijn dat voor jongeren? Het zijn jongeren uit heel de provincie Limburg en dus ook Roermond. Tussen de 12 en de 18 jaar. En van ook verschillende opleidingsniveaus. Dus vanaf het VMBO tot het gymnasium. Ja. En hoeveel zijn het er ongeveer vandaag? Ja, we hadden 41 aanmeldingen, dus heel de raadzaal zit vol. Wij willen dus dat over 3 jaar de jeugdcriminaliteit terug is naar de cijfers van 2018. Ja, we willen graag dat de leerlingen meer betrokken zijn bij de politiek. Hè. De politieke en maatschappelijke geletterdheid en politieke en maatschappelijke participatie en oordeelsvermogen. Ja. En dat de leerlingen zelf meemaken en voorbereiden in de toekomst als volwaardige burgers. Dus kunnen ze en ze moeten mondig worden natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar redelijk. Hè. Dus kunnen ze hun standpunt argumenteren, onderbouwen. En dat is voor hun belangrijk, dus gewoon dichtbij meemaken. En zelf betrokken zijn in de praktijk als burger, dicht bij de gemeente. Wie werkt hier? Wat doen ze eigenlijk allemaal voor de burgers? Ja, dat is belangrijk voor de leerlingen. De jongeren gaan het hebben over jongeren in de georganiseerde misdaad, de invulling van de openbare ruimte en het ervaren van stress. Waarom doen jullie mee met het debat? Omdat ik debatteren heel leuk vind en ik heb het op school al een keer gedaan. Ja, en waar gaan jullie het over hebben? Over stress onder jongeren. En daar. We zijn op school. Ja, voornamelijk op school. Ja. Is dat zo? Ervaren jullie stress op school? Ikzelf persoonlijk niet. Maar ik zie je het wel. Het is een belangrijk onderwerp. Het is sowieso een belangrijk onderwerp. Ja. Ik ervaar het zelf momenteel niet. Maar ik ken wel mensen die er wel veel moeite en last van hebben. En ik ken ook mensen die daadwerkelijk nu al gestopt zijn met school op 13, 14-jarige leeftijd. Ja. Daar gaan we het ook over hebben. Het Nationaal Jongerendebat is de springplank van de nieuwe generatie.